Day 3, Amsterdam Fashion Week. Ik sta hier naast prachtige Ans Marcus. We hebben net de show gezien van Tony Cohen. Wat vond u ervan? Ik heb ze allebei gezien. De eerste met de pret-a-porter en dan nu de tweede show. Ja, ik vond het erg mooi. Ik had het gevoel dat anders was dan anders. Dat hij toch iets kunstzinniger nog is geworden. Ja, ik vond het wel heel erg mooi. Ik zou er zo wel een aantal dingen willen hebben. En u heeft altijd natuurlijk uw signatuur prachtige mooie rode lippen en zwarte kool. Deze meiden hadden ook best wel het haar en het was best wel heel zwaar voor hem, vindt u niet? Ja, nou, en met name de haren die zo bijna het gezicht lieten verdwijnen. Een waas van haar vond ik ook wel heel mysterieus. Ja. En mag ik vragen wat u zelf aan heeft? Als je het niet verder vertelt, een jurkje van H&M voor een tientje. En een jasje wat een jurkje was. En dan de corsage van een oude avondjurk die ze op de Noordermarktweg wilde gooien. Nou, zo rommelig is het wel. Maar dat maakt mode. U maakt gewoon mode. Mag ik u hiervoor bedanken en nog veel plezier vandaag. Hey schat, je hebt net gelopen hè, voor Tony. Die zag er weer zo mooi uit. Dank je. Ja. Heb jij iets met Tony? Met zijn kleding? Wat vond je zelf van de show? Mooi, ja. Ik draag heel vaak kleding van Tony. Dus, en hij boekt mij altijd. Dus, altijd? Een favorietje? Ja. Heb je nog een paar andere shows gelopen? Nee, deze week? Alleen maar Tony. En een paar dagen geleden heb ik nog Frans Molenaar prijs gedaan. Oké. En dat is het. Geweldig. Dan ga ik gewoon lekker kijken. Ga je zometeen ook naar SRF Doorhouse mee? Oh, ja, misschien wel. Maar liever gewoon een wijntje. Gewoon lekker een wijntje. Lolly in de mond en gewoon lekker hier genieten. En Vibrant Pakistan, ja, misschien ga ik daar wel heen, maar ik zie het wel. Ik kom hier wel tegen. Geniet, hè? Jij ook. Dag Victoria, we zien er weer prachtig uit. Lekker zomer. Een lekker zomer, Tony Cohen. Hoe vond je dat? Hoe vond je de show? Wat vond je ervan? Ik ben dol op zijn leren stukken. En Tony maakt waanzinnige dingen van leer. Gevlochten leer, heel veel. Nou, dat is wel erg aan mij besteed. En wat vond je van de make-up? Vond je het zwaar? Veel mensen dachten Marilyn Manson, kind of like. Zag jij die vibe erin? Nee. Ik hou wel van een extravagante make-up. En het is me eigenlijk niet echt opgevallen. Dus ik heb er al helemaal... Stoorde je gewoon niet? Nee, het stoorde mij totaal niet. Hey, zometeen Esther Doorhout mee, ga je daar ook naartoe? Ja. Ja? Benieuwd? Heel erg benieuwd. Haar vorige collectie was... Het was een significante verbetering van de collecties ervoor. Dus ik vind dat zij hele leuke stappen maakt. En het is bijzonder om een ontwerper te zien groeien. En daarvoor zijn we hier eigenlijk om het half jaar, toch? Om te steunen, absoluut, zeker. Hey, dan zijn er nog een paar dagen daarna. Zijn er nog wat andere designers die denken, nou, die zou ik zo graag willen zien? Of ben ik heel erg benieuwd naar wat gaat gebeuren? Nou, ik had een aantal designers gespot die ik wilde dragen. En die zijn geselecteerd voor de lichting. Nou, hoe geweldig. Dus die kan ik niet dragen, want die worden geshowt op de catwalk. Ik ga ook naar Winder Rienstra, dat is al jaren een favoriet van mij. Wordt een show door Grazia en L'Oréal. Ja. Anne de Greef schijnt heel veelbelovend te zijn. Maar ik weet niet of ik het werktechnisch red om daar naartoe te gaan. Oké, maar je geniet wel, hè? Je loopt lekker hier rond en je ziet er altijd prachtig uit. Maak er wat leuks van vanavond, zou ik zo weer zeggen. Ja, thanks, hè? Hey, hoe was het net? Ja, goed. Wat vond je van de show zelf? Ja, ik vond het een mooie... Ja, ik heb de show natuurlijk niet kunnen zien, maar de collectie vond ik echt super mooi. Ik zag je zitten wel bij zijn vorige show. Ja. Wat vond je daarvoor? Ja, ik vond het echt een hele mooie collectie. Weet je wat zo leuk is? Vertel. Is gewoon, de meeste dingen zijn echt... Stukken zijn onder de 100 euro, dus het is echt betaalbaar. Het is gewoon betaalbaar. Iedereen die het kan gewoon kopen. Ja, het is draagbaar. En het is echt mooi. Ik heb echt heel veel dingen gezien van oké, dat zou ik willen aantrekken. Dat wil ik in de kast hebben. Daar ga ik mee op straat, ja. Gaat voor de rest met jou gewoon dan? Vertel, komt er wat leuks? Kunnen we je weer ergens op beeld zien? Of? Ik heb de afgelopen week vooral voor in Milaan gezeten. Ik heb een paar toffe campagnes gedaan die nu binnenkort uit zullen komen. Ik heb heel veel mooie editorials gedaan. Ik ben nu bezig met het televisieprogramma. Je bent gewoon super druk. We gaan je dus gewoon overal zien. Ja, ik heb leuk wat ik allemaal aan het doen ben. Super. Hey, en ga je nog naar een andere show deze week? Ga je nog wat anders bekijken? Nee, kan niet helaas. Ik ben echt super druk met werken. En volgende week vlieg ik alweer weg. Ik ben weer terug naar Milaan om een paar dagen om te werken.
was. Nee, dit is. Maar het is goed zo. Ik vind het leuk om met Tony en met Tony samen te werken. En hij is ook de enige op dit moment in Nederland waar ik echt dan voor terug zou komen. Hey lieverd, geniet vandaag even. Ja? Ja. En dankjewel hiervoor. Jij ook. Ik sta. Dankjewel. Ik ben blij dat jij ook gewoon het aandurft. Ik durf ze aan, alle drie dagen op die hakken. Oh, hey, wat zie jij er ook lekker zomers uit? Dankjewel, ja. Ik ben een vaste fan van Tony Cohen. Absoluut, ja. Wat vond je van zijn show? Ik vond het heel mooi. Meer verrassend, meer vernieuwend. Hij overtreft zichzelf iedere keer opnieuw. Vindt zichzelf opnieuw uit. Zonder echt zijn signature look te verliezen. En dat vind ik echt heel erg knap. Je bent dus gewoon een grote fan van hem. Ja. Heb je veel van zijn stukken in je kast hangen? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ik heb vooral heel veel winterjassen en leren jekjes. Dat past gewoon mij altijd. Ik weet niet waarom. En daar ben ik heel blij mee. En er zaten er veel in, hè? Nu die leren jekjes weer in deze collectie. Ja, volgens mij is dat wel echt zijn kracht. Leren jasjes en mooie jassen. Zat er een stuk bij dat je dacht, oh, die wil ik nu al hebben? Jeetje, ik heb een paar dingen gezien die ik echt heel tof vond. Maar ik vond die hele mooie leren jurk. Oh ja, die was prachtig, ja. Die vond ik echt heel tof. En het laatste pronkstuk wat Kim droeg met al die sliertjes, vond ik ook heel leuk. Want dan kun je ook met een onderjurkje heel goed aan. Zeker. Ja. Ja, heel cool. En het zijn natuurlijk nog een paar dagen hier. Kom je nog naar een andere show? Of heb je het gewoon heel druk met mooi zingen? Ik heb het heel druk met mooi zingen. Want normaal heb ik echt altijd wel veel vrij. Maar ik ben nu heel veel in de studio bezig. Dus ik ben overdag ook vaak. Gewoon lekker met nieuw CD bezig. Ja, nieuwe plaat. En met een aantal samenwerkingen. Dus ja, het is gewoon druk. Ja. Nou, hartstikke leuk dat je bent gekomen. En geniet vanavond nog even. Dankjewel, hè.